dat het in Brabant weg zou moeten en op de Veluwe ook allemaal weg zou moeten. Ik denk dat dat pure kolder is. De veestapel moet kleiner. Je hoort het steeds vaker in Nederland. Is dit landschap straks verdwenen? Hoeveel varkens heb je? Ik heb 30 zeugen. Ongeveer 20 keer zo weinig als de gemiddelde varkensboer in Nederland. Hoe kan je boer zijn met zo weinig varkens? Omdat ik beren fok. En die beren, dat zijn de mannelijke varkens dus. En die verkoop ik all over the world niet, maar wel in 3 landen. Dus daar verdien ik mijn geld mee. Ben jij ook bang dat de boeren straks gaan verdwijnen uit Nederland? Ik ben een van 7 kinderen. En een broer van mij zit in Duitsland als boer. En een zus van mij zit in Canada als boer. Dus ja, er zijn er 2 zijn er vertrokken. En ik ben hier gebleven. Waar loop jij als boer tegenaan? Ik probeer nieuwe dingen te doen. Iedere dag doen wij het een stapje beter als gisteren. Daar zijn we mee bezig. En daarmee probeer je soms nieuwe dingen. Alleen de wet en regelgeving is daar totaal niet op toegespitst. Het zit allemaal dichtgetimmerd. Iedereen wordt vooraf al bestempeld als fraudeur. En daarna wordt er pas gekeken naar wat je dan wel doet. Of je het dan toch nog wel goed doet. En dat maakt het voor mij heel lastig. Een klein voorbeeld. We hebben hier een nieuwe stal gebouwd. Voor 430 kalveren. Daarin hebben wij een emissiearme techniek toegepast. Eigenlijk helemaal zelf uitgevonden. Zelf gemaakt. Alleen de techniek kan ik niet meenemen in mijn vergunning. Dus uiteindelijk heb ik op papier een slechtere stikstofuitstoot als dat in de praktijk het geval is. Is er straks nog ruimte voor boeren in Nederland? Ja, ik denk zeker dat er ruimte is voor boeren in Nederland. Want wie zal anders dit landschap mee onderhouden? En wie zal het voedsel telen en, laat zeggen, als het gaat om dieren, fokken? Wie zal dat anders doen? Ik denk niet dat we het uit Rusland gaan halen. Ik denk ook niet dat we het allemaal uit Amerika gaan halen. En ik denk dat we met z'n allen na moeten denken. En dan bedoel ik eigenlijk de hele maatschappij na moet gaan denken. Wat is voedsel waard? Ja, voedsel is een van de eerste levensbehoeftes. En ik denk dat de waarde daarvan vaak niet echt geteld wordt. Ik bedoel, het is echt waardevol. We moeten iedere dag eten. En laten we daar een prijs voor betalen die ook voor een boer mogelijk maakt om niet, laten zeggen, 1000 zeugen of 6000 vleesvarkens of 100.000 slagkuikens te moeten houden om een inkomen te kunnen halen. Het zou met de helft daarvan ook prima moeten kunnen. Is de kloof tussen Den Haag en de Gelderse Vallei groot? Aan de ene kant niet. Want als je kijkt naar provinciaal bestuur en alles, dan weten we elkaar goed te vinden. Alleen tegelijkertijd, als je dan kijkt welke mensen daar in de blauwe stoelen zitten, die hebben er gewoon de ballen verstand niet van. Sorry dat ik het zo zeg, maar dat maakt het wel heel lastig. En dat maakt het overleg niet mogelijk. Op de plek waar het nodig is uiteindelijk. Het is denk ik een cultuurverandering in onze maatschappij waar we mee aan het vechten zijn. En die cultuurverandering die kan de politiek niet brengen. De politiek is altijd volgend in deze. Dus dat moeten mensen, ja, laat zeggen, ik zeg dan altijd, ik denk dat mensen meer dan in het stemhokje met de portemonnee moeten gaan stemmen. Daardoor gaat het veranderen. Maar ik denk ook wel dat mensen daarvoor voldoende informatie moeten kunnen krijgen over hoe dat bijvoorbeeld dierlijke productie gaat, wat de rol is van dierlijke productie in landbouwsystemen. Nederland is een grote landbouwexporteur. Zouden we niet wat meer gewoon lokaal voor onszelf moeten produceren en voor onze eigen natuur moeten zorgen? Onze natuur is natuurlijk de vraag of we daar echt tekort aan doen. Want dat betwijfel ik sterk. Als ik zie wat er in de natuur allemaal gebeurt, dan is het misschien een verandering, maar zeker geen verslechtering. En in Nederland hebben wij hier allemaal gemaakte natuur. En daar willen we dan nog wat meer bij maken. Maar de voedsel moet geproduceerd worden. Dus op plaatsen waar natuur is, wat van oudsher nooit ontgonnen is, wordt ineens ontgonnen voor landbouwgrond en dan gaat de natuur verloren. Maar als we hier al met shovels en kranen een stuk agrarisch gebied afplaggen en zeggen dat het dan natuur is,
En dat slaat helemaal nergens op. Ik wil de politiek dan ook vragen om ervoor te zorgen dat die landbouw in Nederland blijft. En niet wat er nu allemaal geschreven wordt, dat het in Brabant weg zou moeten en op de Veluwe ook allemaal weg zou moeten. Ik denk dat dat pure kolder is, want met mijn stamboom gaan we terug tot in de 13e eeuw en die schepens waren allemaal boer. Dus die hadden ook allemaal dieren. En die dieren zorgden voor de mest, want op die arme zandgronden was er te weinig mest, was er te weinig voeding voor de bodem. Wat ik vooral hoop, is dat boeren gewoon verder kunnen met dat wat ze doen, maar een betere boterham kunnen verdienen met minder dieren. Maar dat kan een boer niet afdwingen, dat moeten we als maatschappij vinden. Dus daarom zeg ik, de politiek is maar een onderdeeltje. We moeten als maatschappij dat bewustzijn hebben. En of dat gaat lukken, dat weet ik niet. En denk jij dat jij over 20 jaar nog boer kan zijn? Of? Daar vecht ik in ieder geval voor. Wat vind jij? Moeten de boeren blijven in Nederland of moet de veestapel kleiner? Laat je reactie achter onder deze video en vergeet je niet te abonneren op ons kanaal.